Het kortgeding dat de regering tegen de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie van Leerkrachten, de ALS, heeft aangespannen, is uitgesteld naar morgen 12 uur. Kortgedingrechter Suzanne Jeu heeft nog geen uitspraak kunnen doen in deze zaak. De rechtszaak, die om 2 uur aanving, is 2 keren geschorst. De BVL ALS wordt vertegenwoordigd door Gerold Seutjaran, die gisteren aangaf dat het kortdag was om deze zaak op zich te nemen. De staat heeft 2 raadsmannen, te weten Edward Narendorp en Dwight Kraag. Wilgo Valies was als gedaagde aanwezig en voor de staat waren de eisers Eddie Jozefsoon, Errol Alibux en de directeur van het ministerie van Onderwijs. Ze werden bij aankomst bij het kantongerecht met boegeroep ontvangen door de goed opgekomen leerkrachten. Na de tweede schorsing kwam Valies naar buiten om de stand van zaken door te geven. Even leek het alsof zaken daarbij uit de hand zouden lopen, omdat de stakende leerkrachten vonden dat de BVL als voorzitter eerst tot hun moest praten en dat de pers hen daarbij in de weg stond. Intussen is duidelijk geworden dat partijen er nog niet uit zijn en is het kortgeding naar morgen verschoven. Advocaten van de staat hebben het verzoek van de staat Suriname aan de rechter toegelicht. Wij hebben van onze kant daarop gereageerd, maar de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben ook een tegeneis ingediend. Ja, er is gevorderd dat de staat Suriname wordt veroordeeld om na te komen de overeenkomsten die met de BVL en de ALS zijn gesloten. Wij zeggen, wie de bal kaatst, moet hem terug verwachten. De rechter heeft een vordering van de staat tegen de BVL en de ALS. En de rechter heeft een vordering van de BVL en de ALS tegen de staat. Er is gepleit, over en weer. Beide partijen hebben 2 keer de gelegenheid gehad om hun stellingen toe te lichten. Morgen om 12 uur. Gaat er een comparitie van partijen gehouden worden, is gelast door de rechter. Dat houdt in dat de vertegenwoordigers van de staat Suriname en de vertegenwoordigers van de BVL en de ALS door de rechter vragen zullen worden gesteld. En de rechter zal op die vragen antwoord krijgen. Wat voor ons van eminent belang is dat de regering niet eenzijdig invulling geeft aan de loonparagraaf. Niet eenzijdig bezoldigingsreizen gaat vaststellen zonder inbreng van de vakbonden. Dat kan niet. Zoals we allemaal weten is dat wanneer het gaat om het verkeer tussen een werkgever en een werknemer en wanneer het loon bepaald moet worden, dat er overleg moet plaatsvinden tussen de werkgever en de werknemersorganisatie. En dat houden we vast. We gaan ervoor. Tweede streep. Tweede streep. En het recht moet. En hartelijk dank voor die ondersteuning. Dit betekent dat de schooldeuren nog steeds gesloten zullen blijven. Valies heeft de leerkrachten opgeroepen om zich morgen om 9:30 aan te melden in het stakingcentrum Theater Uniek.